echt een super lekker stofje. Hallo daar, goedemorgen. Het is maandag vandaag. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Vandaag doe ik even een update van mijn 13 weken zwanger zijn. Want vandaag ben ik 13 weken en daar ben ik heel blij om. Want dat betekent nog 1 weekje en dan zit het eerste trimester zit erop. Vanaf 14 weken begint het tweede trimester. En dan zeggen ze, hoop ik ook echt heel erg, dat je wat meer energie gaat krijgen en wat minder last hebt van vermoeidheid, duizeligheid. Nou, misselijkheid heb ik niet echt gehad. Maar dat alles gewoon even wat beter gaat worden qua gevoel. En daar ben ik wel echt aan toe, want het is nu ook al 2:30. Normaal begin ik echt de vlogs veel vroeger, zoals jullie weten. Laat ik mijn ontbijt zien en alles, maar ik was gewoon echt, ook dit weekend, ik was gewoon echt even toe aan rust. Toen waren we toch weer wat dingen met vrienden aan het doen. We zijn naar de IT geweest en dat was hartstikke leuk en gezellig. Ik heb heel veel video's ook lekker ingehaald, dus goed weekendje gehad. Ik zal hier trouwens een klein throwback doen naar afgelopen weekend. We hebben een pannenkoeken met smakelijk! Trucks met Bart. En ik ga vooral omdat Bart zo graag wil. Beetje eng wordt het, denk ik. Ooit heb ik eerder een deel gezien en die heb ik eigenlijk niet gezien. Want er zat onder een dekentje bij een vriendin. Dus super spannend. Maar eerst even wat eten. En dat is patat. Nog een Max ook. Oké, jongens, het was een face scary movie. Ik zat de hele tijd helemaal in mijn jas, shirt en in Bart. En Bart zat gewoon heel cool voor zich uit te kijken. Alsof er niks aan de hand was. Ik denk dat ik verstijfd was van schrik. Ja, Bart was ook verstijfd van schrik. Maar vond jij hem echt eng dan? Eng, ja. Ik vind wel dat je op een gegeven moment heb je allerlei momentjes. Dan weet je gewoon, hij gaat straks weer weg. Er gaat niks gebeuren. Maar we gaan natuurlijk niet te veel zeggen voor degene die hem misschien toch nog willen zien. Hij was wel ranzig en eng enzovoort. Alles zat erin. Maar er zat zelfs een beetje humor in. Dus eigenlijk was hij erg leuk. Best wel veel humor. Nou, dus dat was het weekend. En nu is het weer maandag. En nu moet er weer gewerkt worden. En natuurlijk, zwangerschapsupdate. 13 weken. En dus even mijn buik laten zien. En mijn gewicht laten zien. Dus hier komt ie. Dit is de 13 weken buik. Ik dacht eerst van, heeft dat wel nut om echt elke week mijn buik te gaan laten zien. Maar ik weet nog van Yola dat ik echt tot 20 weken zag je echt bijna niks. Volgens mij niet eens dit. En toen was het met 20 weken was het echt ineens bam. Dus ik vind dat wel leuk om dan toch elke week even te laten zien. Omdat het toch zomaar ineens heel veel kan schelen. Dus dit is hem voor nu. 13 weken. Nou, dan valt het alles mee. Tadaa! Oké, jongens, ik moet parkeren naast het water. Heel vaak heb ik dit. En ik vind het zo eng. Oké. Daar gaan we dan. Ik heb zo mijn afspraak, maar ik ben nu toch in de buurt bij de Elandstraat. En als het goed is, heb ik daar bij nummer 9 nog te goed op mijn
account staan. Dus dat ga ik heel eventjes checken nu ik hier toch ben. Misschien even een leuk shirtje of zo uitzoeken. Even kijken. Of trui of vest. Dat is wel grappig. Dat zit trouwens op de Elandsgracht. En op de Elandsgracht had mijn moeder vroeger haar winkel. Dus daar hielp ik ook regelmatig. Dus ik was vroeger heel vaak in deze straat. Mocht ik vroeger altijd mijn stickertjes. Dat weet ik nog. Echt een superleuk speelgoedwinkel. Echt een superlekker stofje. Geslaagd voor de top. En de rok erbij vond ik toch een beetje too much. Een beetje van hetzelfde worden. Heb ik ook niet gepast, want ik heb geen tijd meer. Ik moet snel door. Yay, dat was een super chill gesprekje. Ik zit weer vol met een nieuwe motivatie en ideetjes. Yes, yes. Niks wat gaat veranderen hoor. Maar gewoon wat strategische dingen en zo. Gewoon omdat ik er doorheen rijd. Misschien wel eens even leuk voor jullie. Om te laten zien waar ik zelf opgegroeid ben. Misschien hadden jullie laatst al gezien dat ik dus mijn eerste 8 jaren van mijn leven in Baarn woonde. Daar liet ik ook de straat zien. Afgelopen weekend, in de weekendvlog. En nu laat ik even de straat zien waar ik daarna ben opgegroeid. En dat is een van de 9 straatjes in Amsterdam. De Hartenstraat, dat is deze straat. En hier was ik ook gewoon echt elke dag buiten aan het spelen. Ik woonde op nummer 18. Daar zijn we nu bijna. En dat was hier. Tada, dit was mijn deur. En dan woonden we 2 en 3 hoog. Daarboven. En dan was mijn kamertje dat. Dat was mijn kamertje. Hier hebben ze Dr. Martens. Hier moet ik echt even heen. Oh, ik ga even kijken of ik ergens kan parkeren. Van de week moet ik even terug met Jola. Ze moet ze wel even wassen en keuren welke ze zelf het leukste vindt. Maar leuk hè, om weer even in dit straatje te zijn. Zo, dan weten jullie nu ook waar ik ben opgegroeid. En zo liep ik dan altijd zo, hup, de stad in. Echt super fijn. Ik mis het eigenlijk nog steeds stiekem. Ik kan Jola niet vinden. Nee, volgens mij is Jola hier niet. Ik zie wel een ander kind, denk ik. Wie is dat? Hey, Maxime! Hey, Jola! Wow, jullie hebben oorbellen. Ik wist niet eens dat jullie die nog niet hadden, joh. Ja. Oh, echt? Zullen we even jullie uit deze hut gaan vissen? Dat doen we gewoon altijd zo. Oh. Wow, wow. Fiets opgehaald. Are you ready? Ja. Wow. 100% plantaardig gehakt. Nou, ik ben benieuwd. The wraps are ready. Ready. Hey, Dexje. Eet smakelijk. Zo jongens, ik heb yoga weer overleefd. Ik ga lekker slapen. Dankjewel voor het kijken voor vandaag. En niet vergeten te abonneren. Dat is gratis.